We zitten nu een dag voor een show. We zijn nu zeg maar alle tribunes aan het zwart maken. Torens afmaken, pilaren zetten, dus de inflatable pilaren. Er wordt gewoon op details gelet en dat vind ik heel belangrijk. Daarom zit er zoveel werk in. Zoveel voorbereiding. Dat is echt bizar hoeveel voorbereiding je op zo'n show hebt. We lopen goed op schema. We hebben het wel eens anders gehad in de jaren, maar de laatste 3 jaar zijn we eigenlijk meestal ver voor show al klaar. Ja, dus goed plannen. Nou, het wordt al wat, hè? Vanmiddag torens af, Stargate af, DJ-boot helemaal af. Dus eigenlijk 99% klaar moet je vanmiddag zijn. Dat betekent ook alles wat in het dak moet al klaar zijn. Dan kan je eigenlijk met de station klaar, dan kan je gewoon helemaal goed repeteren. Nou, ik ben wel blij met het eindresultaat. En dan zijn we nog niet eens waar we wezen moeten. Buiten toren? Ja. We gaan naar buiten. De buitentoren wat banners in hangen. We gaan even klimmen. Bij dat touwtjes mee, hè? Oh ja. Even een paar overstappen maken. Een beetje afdalen, opklimmen en... Het heeft gewoon wat. We hebben er al een speciale opleiding voor gehad, hoor. Klimmen leuk, maar het moet wel veilig gebeuren. Wij zien het eigenlijk... vanaf alleen maar een kale stage, met alleen maar ijzer. En wij zien er langzamerhand zien we het geheel komen. En dan vanavond met de repetitie zien we er ook daadwerkelijk wat het doet met licht. En dat is ongelooflijk. Dat is wel een leuk moment. En dan gaat zo'n decor pas echt leven. Dan maak je van hele stukken 2D, maak je daar zelfs 3D elementen van. Puur door alleen de belichting. Vanaf de eerste tekeningen die gaan we dan bekijken en dan gaan we dat vertalen naar een bruikbaar decor, dus ook een bouwbaar decor. Gaan we ook de materialen bepalen. Dus oké, we hebben daar zeg maar 6 torens. Met wat voor materiaal gaan we die torens maken? Hoe gaan we die torens maken? Wat kost het om het te maken? Dat is ook niet onbelangrijk. Daarnaast hebben we daar de DJ-boot die bewegend is van boven naar beneden. Daaronder zit eigenlijk een glijbaan van LED. Dus één grote LED-tafel. Nou, daar worden dus beelden op geprojecteerd. Maar goed, we zien wat dit gaat worden. Iedereen is best wel heel relaxed. Ja, dat betekent dus dat de voorbereiding al goed geweest is. Want als de voorbereiding slecht is, dan weet niemand eigenlijk wat hij moet doen. En ja, dan heb je stress. En dan ben je hier zaterdagmiddag om 6 uur ben je gewoon heel druk om alles af te krijgen. Dus vandaar dat we nu heel veel tijd in voorbereiding steken. En het werpt zijn vruchten af, want het loopt gewoon lekker. In 4 dagen, moet kijken wat we in 4 dagen neerzetten. Dat is eigenlijk best wel heel veel. Je bent er wel trots op, want je hebt toch wel weer wat neergezet. En dat betaalt zich uit in de reactie van het publiek. Ja, en daar doe je het ook een beetje voor. Al hou je niet eens van de muziek, ga je toch nog meedoen. Want het is het hele plaatje, het hele show-element. Het is gewoon heel goed over nagedacht. Dus vandaar vinden we dat. Mag ik het graag doen? En wil ik het ook nog een paar jaar doen? Dus. Fallon die gaat hier vandaag staan om de gasten te ontvangen. Die krijgen hun envelop, die gaan ze ophalen. Er zit een ticket in voor het feest, VIP of normaal. En een informatiebrief en een foutje voor de bus. Dit is het voor vandaag. Als er iets niet klopt, kaarten of iets, dan belt ze mij gewoon op. En dan gaan we het oplossen. We gaan nu naar het volgende hotel met Danielle. Yes. Sorry.
even naar de volgende. Climax was, nou, de pakketten waren binnen een uur uitverkocht. Het is zo'n populair evenement en de productie is gewoon geweldig. Ja, de creatievelingen bij Q-Dance zijn ook ja, bizar. Ik zou het niet kunnen bedenken wat zij allemaal doen voor de show. De voorbereiding gebeurt al vrij ver van tevoren. Dus het boeken van de hotels, het aanbieden van de pakketten online, het verwerken van de boekingen. En dan ja, de 2-3 dagen voor het evenement zijn echt wel ja, doorwerken. Van 's ochtends tot 's avonds laat om alles goed af te ronden. Echt op de dag zelf, dat ik alle mensen zie, dat we alle mensen ontvangen, ja, word ik altijd heel blij. Dan denk ik echt van ja, ik heb echt een topbaan. Dus het is echt leuk om te doen. Om actief bezig te zijn, hè. Het is geen kantoorbaan van 9 tot 5. Nee, je bent echt telkens naar een evenement aan het toewerken. Het is gewoon leuk om mensen een leuke tijd te bezorgen. Dat geeft mij voldoening, zeg maar. Want daar doe je het uiteindelijk natuurlijk voor. Hallo, ik ben Heidi. Dag. Welkom bij Q-Dance. Wil je please checken of je tickets aan het zijn? Q-Dance. All the way from Sweden to Climax. Fuck yeah! It's our first visit here, so we have really big expectations at the moment. We're like hardstyle lovers into the heart, and it's like it's so much people, and the DJs are so great. So we're really fun. We're really happy to be here. Yeah, it's really exciting. We were out there on the internet and tried to book the tickets. It was sold out really, really fast. But then instantly we saw the travel package sale. We take it, no matter what it costs. We just want to be there, so we just bought it instantly. Tickets for you for tonight. These are the tickets. Yeah. Number. Oh, that's awesome. Sweet. No surprise. This is what I want. Oh yeah, baby. I think you also got one at your hotel then. This is gonna be my dress code tonight. Yeah, that's. I did. I'm like shaking it. Yeah. Oh, I'll be here next year and the year after. And I don't give a shit about what my girlfriend says. I'm here every year. This one is always gonna stand near my heart. It's nice. Sweatband. Awesome. Oh yeah, Q-Dance baby. Hij staat aan nog heel erg zo en hij staat zo. Dus die gaan we even proberen weer op een beetje ordentelijke manier neer te zetten. Nog iets meer naar links. Nou, begrijp je waarom ik het dat leuk is. Een beetje aan touwtjes hangen, een beetje abzeilen. Maar goed, hij staat recht. Hij staat naast. Jij niet dan. Ja, jij niet. Dan moet ik toch wat voor mijn vader. Nou, de sporen zijn mij. Ja, dat is wel wat zeg. Ja, ik ben wel blij dat het klaar is. Het is toch wel weer even lekker. Daar gaat dan toch wel weer een vorm van druk vanaf. Ja, je wilt toch dat het op tijd klaar is. En dan denk je, ja, het is morgen met 2 uurtjes werk. Nou, je ziet, het zijn gewoon tot 7 uur weer aan het werk geweest. Allerlei dingetjes tussendoor en dan moet dat weer, dan moet dat weer. Gefeliciteerd, Jake. Gefeliciteerd, Jake. Onwijs resultaat. Ja, jullie wel.
Dankjewel. Goeie. Oké. Okay. Great. I saw Climax 2008 on YouTube, and I fell in love. You know, I saw Climax, and I said, you know, I have to go see this. I have to be someplace where there's 35,000 people that love the same thing I do. So, and this, last year was great. It was kind of one of those, like, once-in-a-lifetime things. I mean, the stage is half a Climax, and then the music's the other half, so I'm pretty excited. Climax! Crazy Climax! Cute. The hotel reception. I will tell them that you will come later. You can go to the Gelderdome by taxi. You can call me on this number. Yeah. Good luck and have fun tonight. Een half uurtje wachten en dan gaan we de mensen op de bus zetten en dan gaan we met z'n allen richting Gelderdome. Dan zijn we klaar. Klaar voor het feest. Dus. In questo momento mi sento molto nervosa e agitata. Tra un po' inizierà il mio set, precisamente alle 11 di sera. È un'emozione che non si può descrivere. Ho solo il cuore che mi batte a mille all'idea di suonare davanti a tantissime persone, a tutti coloro che aspettano il mio set. Deze gaat natuurlijk ook aan, een jubileumsvest. Knal oranje, maar ik kan er dan niet door, denk ik. Ja, ik ben er trots op om te dragen, absoluut. Het is een beetje een soort van lifestyle, vind ik, omdat je leeft echt naar die feesten toe. En je denkt de hele tijd van, oh, en nu is het volgende feest, nu is het volgende feest. En dat is wel wat Q-Nus voor mij ook een beetje is. Het is echt gewoon een overweldiging van allerlei mooie dingen. Een combinatie van de sfeer, van de muziek, van de mensen, de show. Het is echt gewoon super gaaf. Het is echt, ja. Luister muziekjes, ik kijk de DVD, ik trek mijn lekkere patoffeltjes aan. En dan maak ik me gewoon lekker rustig aan klaar. En daarna dan meet ik gewoon wat vrienden. En dan gaan we naar het feest toe. Het is echt heel gezellig altijd, heel gemoedelijk. Vol humor en maar misschien ligt dat ook een beetje aan je gezelschap. Maar ik vind ook altijd dat mensen daar ook gewoon heel leuk met elkaar omgaan. Alles bij elkaar. Het is echt gewoon een ontzettende experience eigenlijk. Als ik dit gewoon alleen al zie, dan denk ik echt van, oh, was ik daar maar weer. En dan het idee dat ik er dan over een paar uur gewoon alweer ben. Dat is echt, dat geeft zo'n kick. Deze keer verwacht ik eerlijk gezegd een climax die weer alle andere edities overtreft. Ik weet niet waarom, maar gewoon hoe het zeg maar opgebouwd werd, ook de trailer en het anthem en de website en alles. Het is gewoon anders dan anders. Dus daar heb ik wel echt heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan maken ook. Echt. Nou, Climax is echt een feest waar ik gewoon echt een heel jaar al zin in heb. Daar kan ik echt een jaar lang naar uitkijken. Vanaf het moment dat het afgelopen is, kijk ik al uit naar de editie van het jaar daarop. Dus ja. Dit is Climax. Het woord zegt het al. Ja, geweldig. Ja, daar sta ik. Elk feest heeft sowieso een anthem. En dat is ook wel echt, vind ik heel erg gaaf. Dat is ook wel heel belangrijk. En dan doet gewoon één liedje, die krijgt dan het anthem en dan maakt hij die. En dan is dat echt een beetje voor het publiek echt
ja, hetgene waar je op naartoe leeft tijdens zo'n feest. Van, oh, het Anthem. En het is gewoon iets wat je echt gelijk linkt aan het feest. Dus dat is wel heel erg gaaf. We can go. Please remember this sign. Take a picture, print it in your memory. It's important you know how it looks. You're all excited for tonight? Andere kant van de wereld. We gaan helemaal all out. Dus het is echt cool. Echt cool. En wij hebben het allemaal geregeld. Nou. Mijn werk zit erop. We gaan feesten. Climax. Nou, kom erin! Zo, even de muziek aanzetten! Ja. Het begon met de voorpret dat we dachten van jongens, misschien moet ik een keer naar Climax gaan. Kaartje kopen, nou. Zullen we dat gaan doen, zeg maar? Nou, toen had je al zoiets van. Even een beetje kijken. Wies drinken, was bier drinken. Het was iedereen 18, hè? Ja, precies. Ja. Als je binnenkomt, je ziet dat. En je ziet fucking, het. Fucking, dat hele grote. Iedereen, die 25.000 man die er staat. En als er dan weer zo'n show aan de gang is, dan zie je al die telefoontjes omhoog gaan. Ja, dat is mooi. Al die camera's en zo, of wat dan ook. Dat er gewoon een nummer opkomt dat iedereen kent. En gewoon arm in elkaar gewoon meezingen en blaren. En dan die hele lasershow, jongen, en al die mensen. In je buik. Ja, dat is echt een vooral als het je eerste keer is. De eerste keer, dat was echt. Wow, wat is dit nou weer dan? Ja, het is ook gewoon heel erg chill als je bijvoorbeeld even moe bent of zo, dat je gewoon even gewoon op de tribune kijkt. Ja, dan hoop je even omhoog. Ja, dat was wel mooi. Ja, dan de drugs gebruiken als je om 12 uur komen en liggen. Ja, dat is ook mooi, ja. Dan mis je de hele happening eigenlijk. Ja. Zonde. Vind ik zonde tenminste. Het is gewoon een heel andere. Niet een doordeweeks evenementje, maar voor de donderdagavond, zeg maar. Eén keer per jaar. Het is echt zonde als je dan precies die ene keer het gewoon aan je voorbij laat gaan, vind ik. We hebben de kaartjes, dan gaat het om. Vast niet. Daarom is het ook erg. Gezonde spanning. Heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Ja.
dus het mag perfecto. Bellissimo, finito? Ja, finito. Oké. Jullie. Thank you, perfect work. Oké, go for it. Helemaal los te gaan. Dus dat is top. De bus ging top, het hotel was top. Alle kaarten zijn goed, alles klopte gewoon. Dus helemaal, helemaal volgens plan. Dus ik ben tevreden voor vanavond. Moet die rijen daar zien. Blijft hangen. Er gaat ook helemaal niks stuk vanavond. Dus uiteindelijk zullen we een rustige avond hebben. Generation Kick and Bass. Nou, de opening is geweest. Het staat, het werk. De jongens op de regie zijn de hele dag nu druk bezig. Wij hebben ons werk gedaan. Het is goed en wij gaan nu lekker feesten. Big experience. I hope for next year. This was Mrs.
Stephanie's live from Climax 2010. And now you guys are enjoying the wild styles here at the Gelderdom in Arnhem, Climax 2010, Q-Dance Radio. And now I'm going to party. Yeah. Thank you.